Een totale lockdown 1 december hangt helemaal af van het gedrag van de samenleving. Dit zegt minister Amara Madin van Volksgezondheid. Wij spraken hem gisteren voor de aanvang van de RVM-vergadering. In de samenleving doen veel geruchten de ronde, al zou vanaf 28 december een totale lockdown worden ingesteld. De bewindsman zegt dat er wel stemmen opgaan dat een totale lockdown beter zou zijn voor de controle in die periode. We zijn continu aan het evalueren, kan ik u zeggen mevrouw. We nemen alle inzichten mee. Er zijn geluiden dat mensen zeggen van hey, we een betere controle hebben op de situatie, gooi je dat gewoon dicht. We kijken naar de trend. We kijken naar de trend van infecties. U weet zelf dat vandaag wij 6 active cases hebben. Sinds eind mei is het voor het eerst sinds gisteren of eergisteren dat wij onder de 10 gevallen zitten. Het gaat heel goed. We hebben ook keer op keer gewezen op de verantwoordelijkheid van de individuele burger. Ik blijf daarbij. We moeten ook onze algemene maatregelen acht nemen. Indien we deze zaken doen, iedereen houdt zich netjes aan de regels. Dan hoeft er geen totale lockdown te komen. Dus ik ben van mening dat dat een beetje ver gezocht is. Maar laten we kijken naar de situatie. Als we merken dat de trend is dat we plotseling morgen 50 besmettingen hebben, dan zullen we niet anders genoodzaakt zijn, toch? Minister Amara Ramadien van Volksgezondheid gisteren op de stoep van het Frenk SZ-gebouw, kort voor aanvang van de RVM-vergadering.